Heeft u een bijstandsuitkering of gaat u die aanvragen? Voor u geldt de taaleis. Kijk hier wat de taaleis is. U woont in Nederland. Dan is het belangrijk dat u de Nederlandse taal spreekt en begrijpt. U wil gezellig met uw buren praten. U wilt zelf boodschappen doen. U wilt bij de dokter vertellen dat u ziek bent. U wilt met de lerares praten op de school van uw kinderen. Zoekt u werk? Dan is het nog belangrijker dat u de Nederlandse taal spreekt, schrijft en begrijpt. U moet bijvoorbeeld een sollicitatiebrief in het Nederlands kunnen schrijven. En een gesprek met een werkgever kunnen voeren. U moet ook verplicht naar werk zoeken bij een bijstandsuitkering. De gemeente vraagt van u dat u uw uiterste best doet om zo snel mogelijk werk te vinden. De kans dat dit lukt is groter als u goed in het Nederlands kunt communiceren. De eis van de gemeente is dan ook dat u de Nederlandse taal voldoende kent. Dit heet de taaleis. Wat is de taaleis nu precies? De taaleis houdt in dat u het taalniveau heeft dat kinderen in Nederland aan het einde van de basisschool hebben. U moet dus het Nederlands kennen op het niveau van een kind van ongeveer 12 jaar oud. De gemeente kijkt of u voldoet aan de taaleis. Wat moet u kunnen? U moet goed Nederlands kunnen praten. U moet het Nederlands verstaan en begrijpen. En u moet Nederlands kunnen lezen en schrijven. Hoe weet de gemeente of u voldoende Nederlands kent? U kunt de gemeente een bewijs laten zien. Bijvoorbeeld uw diploma van een middelbare school in Nederland. Of uw rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland. Of uw diploma inburgering. Of uw diploma van een Nederlandstalige opleiding in Nederland of in een ander land. Kunt u geen diploma, rapport of ander bewijsstuk laten zien? Dan kan de gemeente u vragen om een taaltoets te doen. Dat is een examen in het Nederlands. Het kan zijn dat u geen bewijs heeft dat u voldoende Nederlands kent, maar dat u toch geen taaltoets hoeft te doen. Vraag dit na bij uw gemeente. Heeft u de taaltoets gedaan? Dan krijgt u daarna een brief. In de brief staat of u geslaagd of gezakt bent voor de toets. Bent u geslaagd? Gefeliciteerd. Bent u niet geslaagd? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. De gemeente overlegt met u wat u gaat doen om uw Nederlands te verbeteren. En spreekt met u af hoeveel tijd u erover mag doen om goed Nederlands te leren. Daarna doet u het examen nog een keer. Let goed op. Weigert u mee te werken? Dan krijgt u misschien een lagere uitkering. Blijft u weigeren? Dan krijgt u na een jaar geen uitkering meer. Goed Nederlands spreken, schrijven en begrijpen is best moeilijk. Dat snappen we heel goed. Zeker als u uit het buitenland komt. Met de harde sch van schip en schapen. En dan de ui van fruit en huis en muis. Je tong raakt ervan in de knoop. Maar het is ook leuk. U kunt meepraten, meedenken, meedoen. En u voelt zich thuis in Nederland. De gemeente helpt u op weg. Heeft u nog vragen? Kijk op www.ede.nl/taaleis voor informatie of het maken van een afspraak op het werkplein regio Food Valley. Of bel met 140318. De openingstijden van het werkplein regio Food Valley zijn op werkdagen van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En het inloopspreekuur Sociaalplein is van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags.